mooi, hè? Oh, het vuurwerk. Het beeld dat we ieder jaar weer terugzien op Oudjaarsdag en avond. Knallend het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar inluiden met heel veel gelukwensen, gezondheid en alle andere mooie voornemens. Maar wacht! We weten allemaal dat het afsteken van al dat mooie vuurwerk ook een donkere kant heeft. Met name voor het milieu en onze gezondheid door de luchtvervuiling. Kijk naar het volgende filmpje dat mijn moeder, als vrijwilliger bij GoClean, heeft gemaakt op 5 december. Je hoort het goed, afgelopen 5 december. De beelden spreken voor zich. Hoi, goedemorgen. Nou, het is een beetje frisjes, maar dat weerhoudt ons natuurlijk niet om de knetterballen te gaan zoeken. Dat is natuurlijk heel erg vervelend voor onze natuur. We hebben hieronder een heel mooi tunneltje, waar heel veel mooie geluidjes zijn. Dus we zullen eens kijken naar hoeveel knetterballen we gaan vinden. Loop je mee? Zijn dan die plekjes. Tellen jullie mee hoeveel jullie er al zien? Zometeen, ik heb ze allemaal straks in literatie staan. Dan kan ik allemaal vertellen hoeveel die hier precies hebben gelegen. Ik ga nog even een stukje door. Ze vallen ook helemaal uit elkaar. Grote, hele, ook gewoon vuurwerk, papier. Papier is natuurlijk iets minder erg, omdat het weggaat uit de natuur. Dat lost wel op. Maar het plastic blijft altijd. En dat willen we niet. En dan zitten we op 5 december, Sinterklaas. En al zoveel vuurwerk. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Uiteraard zonder die knetterballen.